Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb zojuist nieuwe stiften binnengekregen. En deze zijn van Staedtler. Het is echt een gigantisch pak. Het zijn 120 kleurtjes. Het zijn de double-ended fibre tip pens. Dat betekent dat ze hebben en een dikke kant en een smalle kant aan iedere stift. En ik ben zo blij dat ze er zijn. Ik ben getipt door een vriendinnetje die ik heb leren kennen via Instagram. Dat is Mandy Kleurt. Check zeker even haar Instagram. Ze maakt superleuke platen. Maar laten we deze gaan unboxen, jongens. Het is echt een gigantisch ding. Laten we even de achterkant bekijken. Nou, hier zien we dus een voorbeeld van een pen. Dat je dus een dikke en een dunne kant hebt. Let's open it. Wauw, kijk eens. Kan ik dit soepel eruit pakken? Nee, ik haal er gewoon even eentje uit. Doe ik even de buitenste. Dan weet ik tenminste weer waar die hoort. Ik zal dit nog even ingezoomd laten zien. Dit is zeg maar de grote kant. De dikke. En dan aan de andere kant. Dat is deze. Dus zeg maar die dunne kant kan je heel mooi gebruiken voor omlijnen van vakjes. En dan kan je eventueel daarna mooi inkleuren met de dikke kant. Dat zou tenminste ik doen. Dus dit is even de ingezoomde versie. En wat ik met mijn andere Staedtlers heb gedaan. Ik heb namelijk al stiften van Staedtler. Dit zijn een Mars Graphic Duo die ik heb. Alleen die zijn gebaseerd op soort van waterbasis. Dus die zijn wat meer waterig. Die drukken ook wel wat meer door, zeg maar. En wat Staedtler stiften dus missen, is een nummering. En ik heb geleerd dat je stiften nummeren en ze zeg maar kleuren in een color chart. Dat is echt een levensverandering. Want soms, als je de kleur van de dop ziet, komt het gewoon echt niet overeen met de kleur die die kleurt, zeg maar. En ik heb nu al een paar keer meegemaakt dat het echt gigantisch misging. Het was toevallig bij Staedtler. Toen was de dop een beetje beige-achtig en de kleur was echt gewoon bijna donkerbruin. Dus ik had bijna mijn tekening, ja, verpest. En dat vond ik gewoon jammer. Dus nu ben ik gewoon voorbereid en ik kan het wel even laten zien. Ik heb hier toevallig een Staedtler. Die ik zelf heb genummerd. Deze moet je heel mooi gedaan trouwens. Even een mooie leggen. Deze. Die ziet wat beter. Dus ik heb zeg maar een color chart. Die ga ik zo even laten zien. Dus ik ga ze allemaal eventjes nummeren. En als ik dat heb gedaan, ga ik met jullie even de color chart even laten zien. Dat jullie weten hoe dat eruit ziet. Dus ik ga beginnen met stickeren en dan zie ik jullie zo meteen weer. Nou, wat jullie mij net zagen doen was dat ik even stickers op nummer heb gemaakt voor mijn Staedtlers. Ik ben heel simpel, ik maak het gewoon lekker zelf. Je kan natuurlijk ook gewoon stickertjes bestellen met nummers erop. Als je dat zelf prettiger vindt. Maar ik kijk meestal gewoon wat ik in huis heb. En improviseer zelf gewoon lekker wat. Een tijdje geleden had ik toevallig van die sticky notes gekocht. In echt super schattige kleurtjes. En deze knip ik gewoon op in drie stukjes. En die gebruik ik dan voor de stickers. Ik schrijf de nummers erop. Dus 1, 2, 3 en 4. Dus ik heb de eerste vier al gedaan. Dus ik ga ze alle 120 nummeren. En dan ga ik mijn color chart erbij pakken. En dan gaan we samen de vakjes inkleuren om te kijken hoe de kleurtjes eruit zien. Ik ga nu eerst even verder met het maken van de stickertjes. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Tot zo!
Wat ik trouwens doe, het is heel simpel. Ik knip dus zeg maar die sticky notes gewoon in stukjes. En dan schrijf ik gewoon de nummers erop. En ik heb hier allemaal plakbandjes hangen. En dan plak ik ze gewoon aan de stiften. En er is niet echt een volgorde. Dus ik vind het fijn om van donker naar licht of van licht naar donker te werken. Ik heb niet de perfecte overgangen gemaakt. Dit werkt voor mij gewoon heel erg goed. Als jij het liever anders hebt, dan moet je het zeker ook gewoon anders doen. Dus ik ga weer even lekker verder met plakken. En ik ga het beeld even versnellen, anders dan gaat het filmpje nog heel lang duren. Zo, ik ben klaar met het labelen van alle 120 stiften. Dat was wel even een klusje. Maar goed, ze zijn nu allemaal mooi gedaan. Dus dat is gewoon hartstikke fijn. Ik heb ze even in mijn Arteza doos gestopt, want ik heb voor nu nog even geen plek voor deze. Ik heb wel al op Amazon van die pennenhouders besteld. Die ga ik dan op mijn bureau neerzetten. Zodat ik ze daar allemaal mooi op kleur in kan doen. Als ik die doosjes binnen heb, zal ik het zeker even gaan filmen. Dan kunnen jullie ook zien hoe het eindresultaat eruit ziet met de stiftjes erin. En dan is het nu tijd voor de color chart. Oké, we gaan met de eerste kleur beginnen. Dat is 120. Kijk. Oeh, onze kleur wel echt heel fijn. Heel zacht. Zo. In de color chart ga ik niet de dunne punten proberen. Dat geloof ik wel. Het gaat nu vooral even om de kleur. Oh, shoot. Ik heb deze geflekt. Nee. Dat is op zich niet heel erg. We kunnen de kleur gewoon duidelijk zien en daar gaat het om. Een beetje goudachtig. Wat zo glad. Het is niet het meest perfecte, maar het gaat er voor mij om dat de kleur gewoon goed zichtbaar is. En dat is uiteindelijk ook het belangrijkste voor je color chart natuurlijk. De kleur, dat dus je in ieder geval weet hoe de kleur eruit ziet. Dat is natuurlijk hetgene wat je wil weten als je een color chart maakt. 109. Zoals je ziet ga ik dus een beetje random. Oh, deze pluist een beetje. Zo.
Oh, oké. Okay. Nou, dat is lekker. Deze lukt dus. En ik weet niet zo heel goed wat ik hier nu moet doen. Ik hoop dat het niet gaat doordrukken. Ja. Oké, ik laat deze heel even droog gaan. Random mensen. Heel random. Oké, nou, ik heb die al even apart. En laten we even doorgaan met de volgende.
Heel random. Het zit hier groen in mijn gele stift. Heel fijn dit. Dus ik ga even kijken of ik met de goede kant kan kleuren. Het is wel een beetje jammer van die en de lekkende stift. En groen in mijn geel. Maar goed, we gaan door. Zo, ik ben nu helemaal klaar met het kleuren van mijn color chart. Ik heb ze even in dit mapje gestopt. Ik doe hier al mijn gekleurde kleurtjes in. Ze zitten mooi vooraan. Het is niet helemaal netjes, maar dat moeten jullie mij maar even vergeven. Ze staan hier gewoon van 1 tot en met 120. Het staat niet helemaal perfect op kleur, maar dit werkt voor mij gewoon prima. Dus als jij het anders wilt doen, dan moet je het ook zeker gewoon lekker op je eigen manier doen. Mijn conclusie. Ik vind het echt super fijne stiften. Ik vind het redelijk vergelijkbaar met Crayola Super Tips qua dekking en hoe fijn het kleurt. En het is natuurlijk een heel groot pluspunt dat ze een dikke en een dunne kant hebben. Dus de dunne kant kun je gebruiken voor eventueel de omlijning van de vakjes en voor de gedetailleerdere stukjes in een plaat. En de grote kant is natuurlijk gewoon heel fijn voor het inkleuren van grote stukken. Wat jullie dus hier zien, dat ging dus even mis. heel die stift lekte dus door. Dat kun je ook maar hier heel fijn zien. Ik laat die stift gewoon even drogen. Hopelijk doet hij het later gewoon weer. En ga ik wellicht deze pagina even opnieuw kleuren. Of ik doe deze kleur even hier apart. Dan moet ik natuurlijk al die kleuren weer opnieuw doen. Daar heb ik ook niet heel veel zin in. Jongens, dit is mijn color chart. Ik ben echt super benieuwd wat jullie ervan vinden. Misschien heb je ook nog tips voor mij. Dingen die jij misschien anders zou doen. Ben ik hartstikke benieuwd naar. Als je het een leuke video vindt, vergeet dan zeker niet om te abonneren op mijn kanaal. En een like achter te laten. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video. Doei doei!